We gaan een bodyguard 323 klaarmaken voor gebruik bij een patiënt. Dit is de pomp. Dit is je oplader. In de oplader staat heel duidelijk aangegeven hoe de pomp erin moet. We hebben ons netsnoer. Die plaatsen we daar erin. En met de geïntegreerde paalklem kan het geheel aan de infuuspaal geschroefd worden, zodat we het stationair kunnen gebruiken. Een opgeladen accu gaat minimaal 8 uur mee. Verwijderen van de pomp uit de oplader is de toets onderaan indrukken en de pomp oplichten en hij is er weer uit. We gaan een systeem plaatsen. Belangrijk bij het plaatsen van het systeem is dat dit kleine zwarte blokje goed in de pomp geplaatst wordt. Openen van de pomp, de klip en de deur openen. Het zwarte blokje moet daar bij mijn vingertop geplaatst worden. Zo zit het blokje goed in de pomp. Als je de lijn volgt, kun je ook in de pomp de stroomrichting van de pijlen zien. Sluit je deur. En sluit je infuuszak aan. Zet je pomp aan met de grijze on-off toets. Wacht op de zelftest. De pomp geeft aan continu. We kunnen nu een loopsnelheid instellen op het numeriek gedeelte van de pomp. Bijvoorbeeld 84. Als dat juist is, drukken we op OK. Vervolgens kunnen we het aantal milliliters wat we toe willen dienen instellen, bijvoorbeeld 500. Als dat klopt, druk je op OK. Vervolgens geeft de pomp alle instellingen weer, de loopsnelheid en het volume wat je toedienen wilt. Nu gaan we het systeem vullen. En vullen doen we met de oranje prime bolus toets. Indrukken en vervolgens bevestigen met OK. In de slang zit een filter. Op het filter staat een pijl. Houd deze pijl recht omhoog, zodat het filter van onder naar boven gevuld wordt. Op het moment dat je systeem gevuld is, kun je op stop drukken. Dan stopt de pomp met vullen. In principe zijn we nu klaar om de pomp aan te sluiten bij een patiënt. Daarvoor kun je nu op start drukken om de pomp te starten.
stop om de infusie te stoppen. Mocht de pomp mobiel gebruikt worden, dan bestaat er de mogelijkheid om de pomp te gebruiken in een tas. In de tas is ruimte voor de infuuszak. En voor de pomp. Daar zit onze pomp. We kunnen hier de pomp gewoon normaal bedienen.